winnaar van de Hein Roetoffprijs, Heilige Boontjes. Dit leerwerktraject geeft ex-gedetineerde jongeren een kans om uit de criminaliteit te stappen door te werken in een koffiebar met eigen branderij en internetverkoop. Bij Heilige Boontjes leren zij sociale en arbeidsvaardigheden en na afloop van het programma worden de deelnemers gekoppeld aan werkgevers die hen een betaalde baan aanbieden voor een jaar. Als je zeg maar nog geen huisvesting hebt en je moet er 's morgens om 8 uur bij je baas zijn, dan is dat heel lastig. Als je niet de arbeidsskills hebt waardoor je kan participeren op die arbeidsvloer, dan is dat heel lastig. En dan zie je dat de jongeren vaak terugvallen met een desillusie. Ze willen dan wat maken van hun leven, maar ze missen eigenlijk net die vaardigheden om er wat van te kunnen maken. En daarom hebben wij Heilige Boontjes opgezet. Zodat je kan leren werken, zodat je fouten mag maken, zodat je van anderen kan leren die hier werken. En zodat je in contact komt met een netwerk wat even anders is dan het netwerk waar je uitkomt. Als één ding fout gaat, dan komt gelijk alles op je pad af. En dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan, wil je dat aankunnen. En bepaalde dingen waren dus zo zwaar belast voor mij, dat ik kwam er niet uit. Een van de initiatiefnemers, Rodney van den Hengel, goede vriend van mij en mijn moeder, die zegt, ja kijk, ik ga een gaaf concept starten. Ik weet dat je keihard kan werken, maar je hebt even een momentje nodig voor jezelf om aan jezelf te werken. Wil je hier aan deelnemen? En nu 2,5 jaar verder, 30 kilo afgevallen, gestopt met blowen, super positief, gebalanceerd, vast contract. Ja, noem maar op, voorbeeld voor de jongeren. Dus echt een plek gekregen om aan mezelf te werken en dat werpt nu zijn vrucht af. Een dader wordt teruggebracht tot een ding, een apparaat, een lastig gegeven. Maar er zit een mens achter met een heel verhaal. Als je dat wil, of als je daarna wil luisteren, dan ga je er ook achter komen van, een hele hoop dingen is natuurlijk je eigen keuze. Maar jouw keuze wordt bepaald door de factoren in je omgeving en de zaken waar je mee te maken hebt. Dus als we die factoren kunnen beïnvloeden, dan zullen we ogenschijnlijk ook je keuze kunnen beïnvloeden. Ja, ik vind Heilige Boontjes echt prachtig. Echt, wat het voor mij heeft gedaan, dat kan ik eigenlijk ook niet in woorden beschrijven. Het is gewoon echt, ik zou deze plek op mijn blote knieën heel de dag willen bedanken. Omdat zonder deze plek zou ik gewoon weer terug zijn bij af. Ik zou dat niet in mijn eentje hebben kunnen doen. Wij willen dat je eerlijk bent. Dat je laat zien wie je daadwerkelijk bent. Zodat we ook daadwerkelijk kunnen schaven en vormen aan hetgeen wat je wil worden. En niet wat wij je willen laten worden. Want laat dat belangrijk zijn. Het is niet mijn doel om jou te veranderen in wie ik ben. Mijn doel is om jou te veranderen in wie jij wil zijn. Terwijl nu inderdaad, ik ben eerlijk en ik ben soms ook wel iets te eerlijk. Maar doordat ik eerlijk ben, ik hoef niks te onthouden. Ik heb echt een leven. Ik heb geniaal, weet je. Dat is echt, ja, dat had ik nooit zo ervaren. Het gaat erom dat zo'n jongere, die wordt per individu begeleid en krijgt ook de tijd. En dat voelt en ervaart zo'n jongere ook. Dus in de laatste fase programma heb je dus je opleiding behaald. Krijg de sleutels van ons pand. Je krijgt de sleutels van de kassa. En je wordt shiftleader. Zoek het uit. Wil je van me stelen, steel je van me. Nou, dan weet ik ook gelijk dat je niks wil maken bij je leven. En als ze dat kunnen, dan zeggen we, oké, je bent arbeidsklaar. Dus we kunnen je naar een baas toe bemiddelen. Dat kan van alles zijn. Ja, en ze willen me opleiden tot vertegenwoordiger van Heilige Boontjes. Ik denk dat ik toch wel iets meer de kant op wil gaan van de jongeren begeleiden. Omdat het me zo'n fijn gevoel geeft. En de waardering die je krijgt en ontvangt, dat doet je gewoon goed als mens zijn. Dus ik zou in een combinatie met het koffie bezig zijn, toch nog meer met de jongeren willen bezig zijn. En, daar hebben we zelf destijds ook voor gekozen. Wat wij doen, is wij brengen de samenleving bij elkaar om de samenleving beter te maken. En we gaan dat niet op één partij wegzetten, want dan krijgt het geen draagvlak. Maar ja, weet je, het is ook een probleem van de samenleving. Dus waarom zou je het niet met de samenleving oplossen? Kansen voor mensen die ze nodig hebben. En daarbij een fantastisch bakkie Kleur. De beste koffie van Nederland.